Herenakkoord, dat is toch geen weekwoord? Dat is 10 jaar oud. Ja. Overeenkomsten met de top van de Shell en de NAM over de gasboring en zo. Dat was een herenakkoord. Ja. Van deze week. Ja. Nee, maar nieuw is dat je een herenakkoord met hooligans kunt sluiten. Gisteren een bericht in de relschoppers. Dus gratis kaartjes voor de Feyenoord-hooligans. Als ze zich niet bezondigen aan gedrag. Een herenakkoord met hooligans. Is gesloten. Ja, ja. En dan krijg je ook nog de gay games in Amsterdam. Dus ik hou me hard vast voor de spreekoren daar, wat daar geroepen gaat worden. Daar hoef je niet bang voor te zijn, hoor. Nee. Hoezo? Nou, er bestaan geen homofiele hooligans. Wat zeg je nou? Nee. Hooligans zijn uitsluitend hetero. Geen homofiele hooligans? Denk daar maar eens over na. Nou.